Welkom dames en heren, welkom bij aflevering 9. En zoals ik heb beloofd, heb ik een paar maanden geskipt en heb ik stiekem wat dingen doorgebouwd. Maar wat? Dat zie je na het intro. Okay, people, let's go to work. Nou, zoals je ziet heb ik dus de stoomlocomotief verwijderd, want die was dus eigenlijk een beetje zoiets van, nou, ik ga er niet in, want ik heb wat spannends nodig. Toen kon ik een nieuwe achtbaan bouwen, namelijk de Mini, even kijken hoe die heet. Ik had heel veel achtbanen, de Mini Rollercoaster, en heb ik een baan neergezet. Niet zelf gebouwd, zeg ik eerlijk. Heb ik hier een topspin neergezet. Nou, toen heb ik deze baan, die heb ik wel zelf gebouwd. Dat is namelijk, Mini Suspended Coaster. Ik heb er nog geen naam gegeven. Maar op dit bordje had ik hangende neergezet. Hangende. Hangerde. Nou ja, ik vond het wel een leuke naam. En je swingt eigenlijk heen en weer. En het is een leuke coaster. Een beetje aangeplant. Hè? Ik heb ook 33 miljoen. Ik zweer het jullie. Ik heb niet gecheat. Ik heb gewoon de prijs omhoog gedaan bij een paar achtbanen. Namelijk bij de Cobra. Die is al $5. En deze is wat minder aan het swingend paard, is wat minder. Die wil ik ook wat goedkoper maken. Go-karts gaat lekker. Die heb ik bijgebouwd hier natuurlijk. Dat weten jullie, de topspin. Wordt ook niet goed bezocht. Escape hatch. Maken we goedkoper, een eurotje. Het spookers loopt nog niet zo lekker. Deze attractie is kapot. Maar die White Wish die is ook wel in de 56. En deze hebben we opgeschroefd. Ongelooflijk hoe duur deze achtbaan is. Ik heb nooit zoiets duurs gemaakt. Maar €8,50 ga ik hem nu maken. Nou, ik weet niet of mensen het gaan betalen, maar dat is echt heel veel geld. En ik heb een nieuw thematisatieding erbij gekregen. Rome. Is wel leuk. Ik zou het er wel kunnen plaatsen. Maar er is heel weinig gebied over. Ik heb heel veel volgebouwd en dat is alleen maar positief. Ik wou, voordat ik het level haal, want het is ongelooflijk. Ik heb namelijk, om te herinneren, 650 bezoekers nodig aan het eind van jaar 3. Nou, ik heb er 1138, dus dat gaat lekker. En mijn parkrating moet 600 zijn. En zoals je ziet, is het... Oh, dan moet ik het even slepen. Is dus mijn parkrating in de 999. En dat heeft hij vanaf mei, schommelde die met juni. En nu loopt hij alleen maar keihard rechtdoor naar 999. Dus mijn hele park wordt goed bezocht, goed beoordeeld. En ik weet zeker 100% dat we dit level halen. Dus dat is goed nieuws. Het is september al. Dus ik wil even kijken. Ik heb trouwens ook nog botsauto's neergezet hier zo. Botsautootjes, hartstikke leuk. Een eurotje is niet duur. En die Cobra weten jullie inmiddels al. Dat is een hele spectaculaire achtbaan. Ik heb heel veel personeel aangenomen. Vooral handymans met geselecteerde gebieden. Omdat er heel veel werd gekotst. En ik kreeg klachten van... De paden zien er lelijk uit. En dat vind ik niet leuk. Dus ik heb een hoop mensen aangenomen, een paar mechanics. Nou, er werden ook wat bankjes in elkaar geschopt. Dus ik heb ook een paar van die bewakers ingehuurd. En een paar entertainers zorgt er altijd voor dat het leuk wordt in zo'n wachtrij. Dus ik plaats hier even een vaste entertainer. Dat zijn gewoon tips die ik jullie geef. En het ziet er over het algemeen goed uit, het park. Lekker volgebouwd. En de fonteinen joepen natuurlijk wel, toen ik dat één keer deed. Ik heb trouwens ook mijn lening terugbetaald. Ik laat het even zien hier zo. Hier. Kijk, ik heb alles terugbetaald netjes. Ik sta in de winst. 4.600 per maand. Dus dat is lekker. En hier zijn bankjes gesloopt. Ik weet niet of jullie hier zien waar mijn muis is. Maar hier zit een bankje kapot. En wat ik dan meestal doe is gewoon een nieuwe plaatsen als ik het zie. Soms gebeurt het, soms niet. Dat zijn mensen die af en toe bankjes intrappen. En dan moet er een bewaaktje aangenomen worden. Al de gezeur. Ik vind dit wel een hele mooie achtbaan. Niet omdat ik hem zelf heb gemaakt, omdat ik hem gewoon leuk vind passen bij dit thema. Met vooral die bomen. En hij heeft ook een lekkere speed. Ik wil even eentje volgen, want we zijn toch nog maar eens in september. En het volgende level kan ik vast verklappen. Dat heeft iets met Levy Lakes, geloof ik, uit mijn hoofd. Ik had Roy gevraagd of ze het even opzoeken hoe het levelnaam heette. Want ik was te lui om het zelf te zoeken. Maar het heet echt Levy Lakes. En ik geloof dat level 5 heet iets met gardens. Rainbow Gardens? Ik weet het even niet meer in mijn hoofd. Het is iets met gardens. Dus dat was ook een heel apart level. Want er zat namelijk tactiek bij. En die tactiek was dat je dan bepaalde paden in het begin van het park, voordat je hem opende. Nou, hij was eigenlijk al geopend. Maar voordat mensen verdwaalden. Want als je die paden niet weghaalt op sommige plekken,
dan worden mensen verdwaald en dan krijg je negatief commentaar en dan gaat je parkrating niet zo hoog worden. Dus vandaar moet je in het begin als tactiek gelijk een aantal paden blokkeren, dat mensen niet verdwaald raken. Is een hele slimme zet als je dat doet. Nou ja, het park staat vol. We kunnen even de attracties langs gaan wat we allemaal hebben. We hebben een stoomtrein, een spookhuis, reuzenrad, draaimolen, rit in een karretje die we niet hebben gebouwd. Glijbanen, botsautootjes, space ringen, die staan, even kijken, hier zo. Achter de, ja hier zo achter de draaimolen. Of de voor, een beetje schuin, gewoon schuin ernaast. Circus tent, die staat hier zo. Achtbaan hebben we, een houten achtbaan, een junior achtbaan, mini achtbaan, mijn trein achtbaan, een stand-up rollercoaster. Dus dan sta je eigenlijk gewoon rechtop, logisch, stand-up. De corkscrew rollercoaster, doe me een beetje denken aan die in Walibi. De swingende coaster, die hebben we gebouwd natuurlijk, weten we, de mini suspended coaster. En dit is de nieuwe, de mini suspended flying coaster. In plaats van dat je hangt in een karretje, vlieg je dus met je buik, lig je dus op een vlakte en dan vlieg je dus door de lucht. Nou, dat is hartstikke leuk. Dan hebben wij nog de draaiende achtbaan. Of de achtbaan, we zitten nu op het tabbad trailrijd. Ga je een soort calypso in de kermis. Een freefall toren, een schommelschip go-karts. Een schommelschip wat eigenlijk 90, of zeg maar, ja, gaat 360 graden draait hij. Dus die gaat keihard over de kop. Een 3D bioscoop, die staat ook niet in het park. Trouwens, deze ook niet. En de topspin, die staat natuurlijk in het hoekje. Even kijken, hier zo. Topspin. Of nee, dat is niet de topspin, dat is de freefall. Even zoeken. Zien jullie de topspin? Dora, kom op. Hier zo. Hij stond verdekt opgesteld. Dan hebben wij de boomstamattractie. Die hebben we al gedaan. En we hebben nog steeds geen nieuwe shops, omdat ik dat uit had gezet. Maar ik denk dat daar wel nieuwe shops komen dadelijk. Ik kan even gaan gluren. In Egyptische thematisatie. Ja, hij gaat nou allemaal thematisatie researchen. En ik vind dat niet heel erg, maar thematisatie heb ik niet zoveel aan, zeg maar. Ja, je zou het wel neer kunnen zetten, maar het heeft geen toevoeging. Zo, ik kan wel een beetje thematisatie geven, zo. Deze muurtjes vind ik overigens wel heel erg leuk. En deze daken vind ik ook heel schattig. Dus daar, dat is zeker niet mis. Ik kan wel ergens zo'n dingetje plaatsen. Even kijken hoor. Gewoon zo'n random torrentje of zo. Kan geen kwaad. Zo. Gewoon een standbeeldje hier. En dan kunnen we, nou, dit standbeeldje kunnen we nog altijd bijzetten. Er is geen plek voor trouwens. Ik bouw hier gewoon random wat iets. Zo. Ik vind het wel leuk. Zo. En het leek me ook leuk, omdat we natuurlijk altijd die Burger King vreeds hebben in ons park. Om te kijken wat... Oh, kijk, een bankje weer gesloopt. Ik zag het net. Ik hoop dat jullie het ook zagen, maar ik zie alles. Ik hou alles in de gaten. Ik ben benieuwd hoeveel burgers er zijn verkocht. Burger King 1 heeft er 463 verkocht. Wauw, en dan deze. Dit is echt een topkraampje. Deze krijg ik een nominatie gewoon. Dit is echt die heet ook de Burger King. Die heeft namelijk 738 burgers verkocht. Wauw. En dan wil ik ook nog weten natuurlijk, voordat we het level halen. Egyptische thema hebben we nu ook. Leuk. Die past wel weer heel erg bij dit. Kijk, dan kan je echt van die hele gave thematisaties doen hier. Ook die Sphinx is echt heel vet. Kan ik hem plaatsen hier ergens? Het zou wel vet zijn als ik hem hier kan plaatsen. Kijk. Dat is gaaf, joh. Zo'n Sphinxbeeld. Schattig. Dan zou ik hier ook nog zo kunnen afzetten, zo. Leuk, hè? Waar waren we? De attractie, deze attractie, is verhoogd met een limiet van €8,50. Ongelooflijk, wat een prijs. Deze attractie heeft zelf al 36 miljoen of 36.000 euro gescoord. Dat is gewoon evenveel wat ik heb verdiend. Dus het klopt wel. 4.802 bezoekers. Wauw, zoveel mensen hebben deze attractie bezocht. Dat betekent gewoon 1680 mensen in een uur. Popularity 96%. Nou, bizar. En dan ben ik ook benieuwd naar de eerste attractie van ons. Dat is de draaimolen. Die heeft toch nog, nou, 1346 bezoekers gehad. Netjes. Deze achtbaan, die heeft, ja, ik weet niet, er staan niet echt rijen voor deze achtbaan. Maar toch zitten alle karretjes altijd vol. Nou, even kijken, verschil met deze.
Daar ben ik wel benieuwd naar nu. Oh, niet die, maar deze. Qua bezoekers. Ja, toch wel. Het valt mee. Deze houten achtbaan heeft toch bijna, terwijl die later is gebouwd, bijna evenveel bezoekers gekregen als de Chocolate Log. Dus, deze wordt meer bezocht dan die. Maar dat komt waarschijnlijk omdat er ook twee grote karren rijden. Nou ja, bullshit, want hier kunnen ook wel veel mensen in. Moet je kijken. Ongelooflijk, moet je kijken op deze, de winstgevende achtbanen dit. Chocolate Log, onthoud de naam, alsjeblieft. En deze, die gaat ook wel aardig. Is niet zo heel duur deze achtbaan, 5,50, gewoon een mooie prijs. Tussen de 5 en de 8 euro voor een achtbaan is zeker weten de moeite waard. De waterwoestijn gekheid, die heeft ook een hoop bezoekers gehad, 3448. Nou, voor een boomstamattractie is dat wel aardig, want hier gaan natuurlijk veel minder mensen in, per viertallen. Het loopt wel aardig door, moet ik je zeggen hoor. We hebben een hoop boomstammetjes. Dus, nou, tof. Nog een beetje bijzondere attracties. Ja, deze draaien attractie. Twist. Ook al in de 2000 bezoekers gehad hoor, mensen. De Cobra, ik denk dat die ook wel aardig heeft gescoord nog. Iets minder, want die is later gebouwd. Last year gebouwd, dus ja, vorig jaar. En deze, daar ben ik ook benieuwd naar. De swingende paard, het swingend paard eigenlijk, moet je het noemen. Nou, bijna 1000 bezoekers. Niet zoveel. Is ook niet echt een populaire achtbaan. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat hij niet spannend genoeg is. Is ook. Nou, hij is niet echt spannend. Ik heb een soort van spannend publiek, denk ik. Ze willen zeg maar ruige attracties, maar ze kotsen wel vervolgens helemaal park onder. Dat is een beetje de logica van de bezoekers. Nou, gaan we de 1200 bezoekers redden? Dan hebben we nog 5 te gaan. Nou, ze komen uit twee kanten, zie je. Maar heel veel mensen verlaten ook weer het park. Dus het is een beetje gemengd. Maar als ik hier zie, moeten we nog 1 bezoeker. Maar er gaan er ook heel veel weg. 3 komen er binnen. En ik denk dat we het hebben gehaald. De 1200 bezoekers. Nee? Oh, het mengt zich. Shit, we halen het niet. Kom op. Ik wil die 1200 halen. Nee, ik weet niet of we het gaan halen. Dan moeten we een bon gaan plaatsen. Wil ik nog best wel doen, even snel. Waarom ook niet? Even YOLO'en. Snel, waar was het? Hier zo. Hier. Zo, hoppakee. Start campaign. Moet maar eens opletten. Er komen daar best wel veel mensen. Laat ik het gewoon kei druk worden in mijn park. Swingend paard heb ik gekozen trouwens. Oké, ik heb die advertenties gedaan. En dan moet je maar kijken hoeveel mensen die couponnetjes uitknippen en meenemen naar het park. Dat is echt ongelooflijk. Ja, 16 oktober. Zoals je ziet hebben we verschillende dingen bijgekregen. Ik heb eigenlijk een aantal attracties bijgekregen. Sommige heb ik ook helemaal niet geplaatst. Nou ja, 40 miljoen. Of 40.000, ik zeg ook in miljoen. Maar het is eigenlijk 40.000. Dat is een behoorlijk aantal. En het park is ook helemaal... ik vind het een leuk parkje. Ik vind het echt wat te hebben. Ik vond dit altijd wel leuk, dit blok. Met dat, die wildwaterbaan. En ik had altijd zoiets van, zal ik hier een attractie maken? Maar hoe ga ik dat in vredesnaam doen? Nou, hier heb ik wat bloemetjes toegevoegd hier. Hier zo voor. En de bobslee is kapot. Wat heeft deze attractie? Broken down, wat heeft die? 70 cut-out. Oh jee. Er is een beveiliging uitgeschoten. Maar één achtbaan gaat er gewoon door. En die stopt gelukkig achter die. Daar ben ik wel blij om. Maar hopelijk komt er wel een monteur op af. Even kijken. Stiekem. Kom op, monteur. Er is nog geen monteur die deze baan fixt. Kan niet, hè? Ja, ze moeten zeg maar gebeld worden voor een omroep van... Ja, dit is kapot. Zo, mensen, dit bedoel ik. Kijk, kijk, kijk. Mensen zien de advertenties. We hebben gelijk 1232 bezoekers nu. Ja, ik dacht ik doe gewoon Violo. Lekker veel bezoekers. Park maar best wel voller. Maar het is al helemaal vol. Alleen hier komen weinig mensen, dus... Zo zie je maar weer dat ik... Ja, moet je kijken man, het stroomt door joh. Ik weet dat je vroeger een trainer had, een cheat trainer. En dan kon je zo 100 mensen per seconde spannen eigenlijk. Dat was ook bizar. Maar ja, dat moet je niet gebruiken, hè, cheats. Dat is leuk voor een keer, maar... Dit is gewoon echt de oldschool carrière. Carrière, hè? Carrière. Kan ik hier gewoon wat hekjes plaatsen voor afwerking, zo. Dat mensen niet zomaar... ze komen toch niet van de paden af, maar ik vind afwerkingen vind ik altijd wel leuk. Zo. En dan gaan we in deze aflevering nog gewoon lekker even... Ik weet dat die wat langer duurde dan normaal. Maar ik vind dat we gewoon even naar het volgende level moeten dadelijk even laten zien aan jullie. We zijn er bijna. 25 oktober.
Nog een 5 dagjes en het stroomt door. We hebben al bijna 100 bezoekers meer, bij wijze van. En het gaat maar door. De advertenties komen door. Het begint te regenen ook in het park. En dan kunnen jullie ook zien aan de gele parapluutjes. Ik heb alles van het in geel. Hoeveel er zijn verkocht alweer? Nieuwe paraplu's, hè? Nou, mensen openen al de parapluutjes, zie ik. Zo. En ik denk dat we het zo meteen kunnen aftellen. Want, nog 3-4 dagjes. En kijk eens hoeveel gele parapluutjes zijn verkocht. Iedereen zal wel in de draaimolen gaan. Ja. Die maken we 1,50, vriend. Huppakee. Lef voor die mensen die in de logflume gaan. Hè? Dan regent het, dan ga je in de logflume. En de botsauto's worden ook keihard bezocht nu. Oh jee. Ik ga dus klaar zitten. Met het Nederlandse vlaggetje. Bijna. Prachtig park. Trotse eigenaar. Trotse eigenaar. En 1300 bezoekers. En de parkrating was even gedaald, een klein stukje. Maar hij is nu weer naar 999. Mooi zo. Tof. Ja jongens, 3444 mensen zijn door die poort heen gelopen al. 3445. Ongelooflijk. Met 44.000. Huppakee. Woe! Gewoon echt een kutgeluid zijn voor jullie, sorry. We vullen onze naam in het Davinstel. En ja, mijn naam, niet onze naam, want... Nou, ik zit in jaar 4, ik slaap park op. En we gaan heel snel naar het volgende park, want we zijn al een beetje... We hebben een wat langere aflevering dan normaal. Quit game. En dan is het volgende level... Even kijken. Kijken of die erbij staat. Die Gardens was level 5. Hoe heet die nou? Lieve Lake. Kijk. Dit wordt het volgende level, ik laat hem kort zien. En dat zien we dus, ja... De volgende aflevering. Doei doeg!